Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Marten Toonder in de bewerking van Peter Tenuil. Catharine ten Bruggekaten vertelt De Andere Wereld, deel 1. Wie denkt dat deze wereld de enige is, heeft het lelijk mis. Wij van de hoorspelen hebben bewezen dat er ook een wereld bestaat waarin heer Bommel leeft. Maar ook hij heeft te maken met een andere wereld, die waarin de apoka's wonen. Let goed op. Het was voorjaar geworden en om de torens van Bommelstein speelde een zacht briesje dat bloemengeuren met zich voerde. Want de natuur begon te ontwaken en dat bleef natuurlijk ook niet onopgemerkt binnen de muren van het oude slot. Toen de bediende Joost om 5:00 gewoontegetrouw een glas port binnenbracht, speelde er zelfs een kleine glimlach om zijn lippen. De lente is aangebroken met uw welnemen, heer Olivier. Ik was zo vrij vanmiddag zelfs een tureluur waar te nemen. Ja, nu je het zegt. Er zitten blaadjes aan de perelaar. Mooi hoor. Maar toch, eerlijk gezegd kan het me spijten dat de winter ten einde loopt. Ik ben hem heel prettig doorgekomen met behulp van mijn bibliotheek. Het doet me genoegen om dat te horen. Zal ik de port hier neerzetten? Ja, zoals je weet heeft mijn goede vader me heel wat boeken nagelaten. Een ruime keuze voor iemand met mijn ontwikkeling. Daardoor heb ik bijvoorbeeld kennis kunnen nemen van De Negerhut van Oom Tom en Alleen op de Wereld. Ik ben er diep door getroffen, want het bleek me dat er in stilte veel geleden wordt op deze wereld, terwijl hoogstaande figuren er veel goed aan kunnen doen. Inderdaad. Ik voor mij heb 's avonds, wanneer ik een ogenblik vrij had, ja, het slot gelezen van een zekere heer Kafka. Huh? Ik meen er iets uit te kunnen leren voor mijn professie hier in Bommelstein. Ja, ja, ja. Maar ik vond het toch niet zo boeiend. En ik verstout mij om het einde onbevredigend te noemen. Ach ja, dat komt omdat men met boeken niet boven zijn stand moet leven. Oh. Voor Kwetel de breinbaas was de winter heel wat moeilijker geweest dan voor heer Olly. Dat kwam door de ruimtehevelaar, waar hij nu al 12 jaren aan werkte en die maar niet goed wilde worden. Toen de lente aanbrak, stopte hij het ding dan ook met een bezwaard gemoed in zijn rugzak om het mee te nemen naar zijn zomergebied. De dwerg Sikkagel trok een eindje met hem mee. Wat is dat voor zwarigheid? De Oloron. Al mijn tijd heb ik eraan gebezigd. Hij is nog steeds ondeugend. Hij loopt 3 dagen achter. Oloron, die weet ik niet. En jij kan beter naar de bloeisels luisteren dan je tijd aan zo'n ding vergriepen. Vergeet het. Goeiedag. Een Oloron kan mij niet vergeten. Hij bestaat en waar hij werkt wordt het kwaad als hij niet van dezelfde tijd is. Het is vreesachtig. De raad, ik scruip de pit, niet zo vate luut en nu de zingt. Tu-tu-tu-tu-tu-tu. Daar lut lierelei, ook die nog. Vate luut en zingen, tu-tu-tu. En hup, hop, fro en bliede nu. En zing, tu-tu, nu zing, tu-tu. Wel zingen, tu-tu-tu, tu-tu. Moet dat? Tutu, terwijl ik een oloron in mijn denkraam heb. Oloron, gooi het wegen. De lente zit te knoppen en het is de tijd voor zang en snarenspel. Zo zing het lied. Denk er niet aan. In mijn buidel hangt een ruimtehevelaar die niets goeds brengt. 12 zonomlopen heb ik eraan gebezigd, maar ik heb er niets dan zinzen van gehad. Nu loopt hij nog 3 dagen achter en hij is zo lodig dat ik door mijn knieknoken zak. Gooi het wegen, het draagt niet mee dan wat er zwaar is, maar hup, hup, bliede. Gooi het weg, hè. Niet meedragen wat er zwaar is. Maar niemand kan ongedaan maken wat hij doet. Alles blijft, ik moet zinnen. Niet meedragen wat er zwaar is, beter weggooien. Het is griepig om de lent met een vergiste oloroon te beginnen.
lente zingt de knappen, lude zingt het hier. Brevelig gooide Kwetel de Oloroon zo ver mogelijk het meer in. Erg ver was dat niet, maar het Zomswin is een diep water met steile oevers en het voorwerp verdween dan ook snel onder de oppervlakte. Een poosje keek hij de verdwijnende kringen na, maar toen hij zag dat er een ijle damp uit het meer begon op te stijgen, sjorde hij de knapzak op zijn rug en liep mompelend weg. Als hier maar geen Oelesinse van komen. Wat hij daarmee bedoelde, weet ik niet. Maar terwijl hij zijn weg vervolgde, verdichten de dampen zich tot een nevel en een plotselinge stroming maakte zich meester van een vredig dobberend roeibootje en voerde het mee. De inzittende, een zekere Wammes Waggel, keek even verbaasd op en begon toen te giechelen. Wat enigjes! Daarnet was er niks en nu is alles ineens anders. Ik vaar vanzelf. Het was een mooie voorjaarsnacht. De oude maan rees langzaam boven de torens van Bommelstein en verlichtte de perken met een bleek schijnsel, zodat de bloemen goed tot hun recht kwamen. De bewoners genoten er niet van, want die waren al lang te rusten gegaan na hun volbrachte dagtaak. Maar een passerende familie werd erdoor aangetrokken en betrad, na kort beraad, het gazon. Dit zijn geen wringers, papa. Ze staan stil en ze ruiken naar Noelie. En daar is een stenen kampement. Dit is de andere wereld, waar de dubloenen op de weg liggen. We gaan een joel vieren. Betoging op mijn gazon. Ik zal ze. Met deze gedachte schoot heer Bommel in zijn kamerjas, stak een kaars aan en nadat hij een kachelpook gegrepen had, haastte hij zich naar beneden om een einde aan het lawaai te maken. Toen hij zijn bordes afstormde, merkte hij echter dat de menigte slechts uit 3 figuren bestond die hem verbaasd aankeken en zijn woede zakte een beetje. Wat betekent dat? Een joel. Het was een lange reis naar de andere wereld. Daarom, meneer. Hier zijn geen wringers. Hier liggen de dubloenen op de weg, zegt papa. Daarom maken we een joel tussen de noelie. Een joel? Wat? Ik bedoel, dat gaat zomaar niet. Midden in de nacht kan men niet zomaar in mijn tuin vuren stoken en pret maken. Dat is wat ik eigenlijk bedoel. Het carnaval is over en er zijn woonwagenkampen genoeg tegenwoordig. Maak dat je wegkomt of ik roep de politie. Ja. Ja. Zo, dat was klare taal, al zeg ik het zelf. Orde moet er zijn. Ik hoor de verdachte geluiden, als u mij toestaat. Ja. Was er iets betreurenswaardigs? Was het een nachtmerrie? Dat kan, ja, in deze tijd van het jaar. Dat was het. Een nachtmerrie met vlammen en trommels. Maar ik heb ze met levensgevaar verdreven, omdat het een overmacht was. Zodat ik nu een warm voetbad nodig heb voor mijn geschokt gestel. Oh, het vergt het uiterste van een heer om eenvoudige lieden op het ongepaste van hun gedrag te wijzen, terwijl hij tracht in slaap te komen. Inderdaad. Yeah. Als er verder niets van uw dienst is, ga ik dat ook proberen. Ja. Voordat de plicht me weer roept, als ik zo vrij mag zijn. Heer Bommel had nog niet lang geslapen toen hij gewekt werd. Excuseer, heer Olivier. Huh? Daar is familie om u te spreken met uw welnemen. Een zekere familie Boemel die uit Apoka komt. Het is nog maar 6 uur. En ik heb mijn rust nodig na de uitspattingen van vannacht. Dat begrijp je toch wel? Het is heel betreurenswaardig. Omdat ook ik oververmoeid door de deurbel heen sliep, heeft men met stenen tegen mijn venster gegooid, zodat de scherven in mijn aspidistra liggen. Het is dringend dat u mij toestaat. Ik was zo vrij erop te wijzen dat zelfs iemand in mijn professie slaap nodig heeft. Ja, maar
Maar men gaf mij te verstaan dat men niet kon wachten na de lange reis. En het is familie. Familie? Dat kan niet. Mijn naam is niet Boemel, dat had je kunnen weten. Zo heb ik het verstaan op dit uur van de nacht. Ja, maar... En als er verder niets van uw ouders is, ga ik proberen nog wat te rusten... voordat de ochtendpap mij weer roept. Joost verliet de kamer. En heer Olly wierp met tegenzin de dekens van zich af... om de nieuwe moeilijkheden onder ogen te zien. Helaas stapte hij daarbij met het verkeerde been uit bed... zodat het in het verkeelde voetpad beland. Hoe vreselijk. Mij wordt ook niets bespaard. Feestvierders in de nacht en familie in de ochtendstond. Vol bange voorgevoelens begaf heer Bommel zich naar beneden. En toen hij daar een paar vreemdelingen voor de stoep zag staan, werden deze bewaarheid. Ze leken op de indringers van enkele uren geleden, maar deze hadden een baby bij zich en knikten hem vriendelijk toe. Onderweg is ons gezegd dat u Boemel bent. Dan bent u volle neef, want tante Jezebel heet ook Boemel. En Petrus Azor zei het zelf. Ik ben neef Jaap en dat is Klare Mara met kleine Gaartje. Ah, ja. Wij hopen niet te laten zijn, want het was een lange reis naar de andere wereld. Andere wereld? Ik ken u niet, bedoel ik. Van tante Gaartje heb ik nooit gehoord. Wie is Peter Zor? Wij komen uit Apoka. Ja, maar... En dat is immers bezig te vergaan. Huh? Daarom dachten wij mijn neef wel onderdak te krijgen, al kent hij ons niet direct. Hij ziet in dat hij ons moet helpen, hebben we gehoord. Ik ken jullie niet. Jullie zijn aan het verkeerde adres, bedoel ik. Mijn naam is geen Boemel, maar Bommel. Terwijl ik niet in de andere wereld woon, maar in deze. Die net groot genoeg voor mij is, zolang hij niet vergaat. Maar de onze vergaat. Dat is een zaak voor de overheid. Jullie kunnen beter naar de burgemeester gaan. Die zorgt voor dat soort dingen. Daar zijn we gisteren al geweest, Nou. En die zijn... Genoeg! Door jullie heb ik al een koude voet gekregen... toen ik bij het krieken uit mijn eerste slaap gewekt werd. En ik wens rust, zodat ik overdag in stilte goed kan doen. Daar gaan ze. In stilte goed doen. Ben ik niet te hard geweest... Ach, onzin. Ik heb het zelf al moeilijk genoeg zonder allerlei vreemdelingen die uit Arcalia komen. Nadat hij vruchteloos geprobeerd had nog wat te slapen, zat heer Bommel op zijn gebruikelijke tijd aan de ontbijttafel. Maar hij moest lang wachten voordat Joost met de ochtendpap verscheen. U moet mij verschonen. Ah. Door afmatting ben ik een weinig verlaat met uw goedvinden. Maar hier is uw havermout en de ochtendkrant. Ah. Ik ben zo vrij geweest er een blik in te slaan. En ik heb werkelijk even zitten te kijken. Er schijnt hier zoveel vreemd volk rond te lopen... dat men moeite heeft om ze onder te brengen. Het lijkt me dat uw familie groter is dan ik zo op het eerste gezicht dacht. Ik wil de eerste zijn die mijn krant leest. Dat weet je. En verder ken ik deze familie niet. Als het nu nog Bommels waren, maar voor Boemels kan ik de verantwoordelijkheid niet dragen. Zeer wel, heer Olivier, maar het lijkt me dat u de nood der tijden over het hoofd ziet. De wereld wordt steeds kleiner, met uw permissie. Ik praat als eenvoudig persoon die 's morgens door versplinterde ramen gewekt wordt... en zodoende begrip heeft voor de nijpende toestand. Er zijn te veel lieden, dat is de moeilijkheid. Als mijn partij het voor het zeggen had, zou de overheid krachtig ingrijpen. Zeer krachtig. Als ik mij verstouten mag. Bommel, met in de hoofdrollen Mark Rietman, Jacob Derwig en Krijn ter Braak. Regie Chris Baeyema. Editing Frans de Rond. Voor alle informatie en podcasting, hoorspelbommel.nl. Bommel wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de Stichting Het Toonder Auteursrecht.